Goedenavond, Kel. Proficiat met je overwinning. Je bent second runner-up voor Mr. Limburg. Ja. Hoe voelt dat? Ja, het voelt heel goed natuurlijk. Het is fijn natuurlijk. Ja. Heb je er lang moeten voor voorbereiden? Ja, eigenlijk best wel. Dus. Wat is lang? Wat is best lang? Ik ben begonnen vorig jaar in maart. Ah ja, toch. En wat heb je daarvoor gedaan? Vooral oefenen hier in Hasselt en ja. En waar denk je nu binnen de volgende jaren naartoe te gaan? Wat denk je de volgende jaren te bereiken? Proberen voor Joselie natuurlijk te blijven werken. En volgend jaar hopelijk een hogere titel te hebben. Ja. Ga je alleen voor de catwalks gaan of ga je ook voor fotoshoots? Beide. Ik vind het alle twee leuk om te doen. Dus. Ja. Ga je dan ergens inschrijven als model of zo? Ja, onder andere denk ik wel dat ik dat ga doen, ja. Voor bij GBC fotoshoots te gaan doen. Ja, dat kan. Ja, kan. Of ga je bij Vogue in Parijs? Ja, dat is natuurlijk ook iets, hè. Ja. Wat doe je nu als beroep misschien? Ik studeer nog en verkoop logistiek. Dus, En zie je dan die modelcarrière als een bijzaak? Ja, nu nog wel, ja. Vooral wel, ja. Je kan natuurlijk nooit niet weten waar je terecht komt. Ja, dat is inderdaad waar. Oké, Kjell, ik wens je nog veel succes dan in je verdere carrière en hopelijk tot gauw, hè. Ja, dank u wel en tot ziens. Dag.